Heren. Hallo. Eruit, uitgeschakeld, Noord-Korea. Ja. Zo'n lange reis erop zitten en dan uitgeschakeld. Ja, op de Rijn, via de tunnel. Ja. En eerste reactie, graag. Ja, verrassend. Ja, ik vind het vooral een westerse samenzwering tegen Noord-Korea. Ja, echt waar? Ja. Wat heb je daar gezien in die samenzwering? Ja, gewoon Brazilië, Portugal, die dan allemaal bij het Portugal praten. En met het licht gedaan. Het licht en ja, maar Portugal is ook niet door. Echt toeschouwers van ons die het stadion niet in mochten op het laatste moment. Echt waar? Tegengehouden? Ja, we hebben gewoon tegengehouden. Iets met visum en zo. En pelkoreanen. Nooit vervolgd. Nee, dat is echt waardeloos. Ik merk het al. Slechte verliezers of omstandigheden? Ja, omstandigheden. Toch wel. Ja. Omstandigheden was dat ik kut was. Ja, want ik begreep dat jij als wisselspeler gewoon vooral bier dronk, niet eens je team aanmoedigde. Ah. Vertel. Ja, nou dat was meer time-out. Dat was het. En was een time-out? Ja. We willen graag een toeschouwer, die wil ook gefilmd worden. Peter, kom er even bij. Als supporter van Noord-Korea. Gosh. Peter, wil je wat zeggen? Nee, ik hou niet van interviews van een week. Dus ja. Ik vond het een sterk team, Noord-Korea. En dat is absoluut een sterk team, maar toch derde worden in de poolfase. Hij ging voor originaliteitsprijs, maar ja, die schijnt achteraf niet. Dat is een fijn uitgevuld. Echt niet? Nee, want dat waren we wel, toch? Kan het nou? Nou ja, ik vind jullie hoofdbandjes echt fantastisch. Ik zie een mooie vlag in je rug. Ja. Ja, moeten we even inzoomen. Oh, Texaco. Jullie zijn van Texaco. Absoluut. Kunnen jullie hoofdsponsor? Nee, Texaco is Westers. Dat doen wij niet aan. Oh, sorry. Of zo. Dus. Stomme kut. Ja, dus. Zoals ik van de stil van, wat moet ik hier nou nog antwoorden? Ik, nou, dat is einde interview. Ja, en beste samen. Samenspeling. Samenspeling. Overspeling, overspel. Overspel. Ja, overspel met de scheidsrechter. Nou maar. Ik weet niet wat ik nog moet antwoorden, maar ik vind het echt heel jammer dat jullie uit het toernooi zijn. Dat vind ik echt. Noord-Korea heeft jullie heel veel gegund. We hadden ook meer verwacht. We stonden goed erbij in de bookmakers. Ja. We stonden 1 op 2. Ja, outsider voor de titel. Absoluut. Goed, jullie eigen geld ook verloren of hebben jullie neergezet de bookmakers? Nee, je mag niet wedden op je eigen wedstrijd. Dat is waar. Maar ik heb wel flink gewonnen met die wedstrijd die we met 3-0 verloren. Nou ja, we hoorden het al. Inside bookmakers hebben ze erbij gehaald. Samensweringen. Kortom, helaas, Noord-Korea is eruit. Wel Chinezen hebben we ook nog voorbij zien komen. Visums geweigerd, van alles nog wat is er gebeurd. Maar de conclusie is, jullie zijn niet door. Nee, helaas. Helaas. Nou, ik wil jullie van harte bedanken voor dit sportieve interview. Ja. Echt top. Ja, graag gedaan. Super, dankjewel. Ik wou zeggen het de volgende keer, maar ja, dat zit er niet meer in. Is dit nou sarcastisch? Nee, dat zou niet durven. Nee, het is gewoon realistisch. Het is realistisch, inderdaad. Dankjewel. Heerlijk bedankt. Graag gedaan.